jaar meedoen met een quad. Dat is nieuw voor mij. Ik heb het daarvoor gedaan met een motor en een buggy. Nu ga ik met een quad. Het enige doel wat ik heb is finishen in Dakar. Daarom heb ik een quad gekocht die anders is dan wat de meeste mensen hebben. Ik heb een Honda quad. Een Honda heeft een ondergang door de wielophanging. Door de ondergang door de wielophanging moet het makkelijker zijn dan een Honda is inmiddels een ja, wat verwacht je te behalen, Kees? Ik verwacht de finish te behalen. En de plek die ik haal, vind ik niet zo leuk. Dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon netjes finishen. En heb je ooit al wat fantasie bij een kot gehad? Of hoe kwam de kot bij jou op je pad? Ik wil eigenlijk altijd uitdagingen doen die ik nog niet kan. Dus met de motor heb ik Dakar gedaan en de finish zei ik, nou dat was Dakar. Heb ik gedaan, ik stopte mee. Toen kwam Jurgen bij mij van, nou ik heb iets leuks gevonden, een buggy, een kleine buggy. Is dat wat? We hebben er 3 jaar over gedaan, de finish met een buggy, dat is ook gelukt. En eigenlijk gebeurde hetzelfde afgelopen jaar in Lima. Toen zei ik, nou ik ben gefinished met een buggy. En Jurgen zei, maar er is niemand die ooit in alle categorieën gefinished is. Toen zei ik, nou dan begin ik met een kot, dan wordt dat mijn volgende categorie. En wanneer komt u terug aan de beurt? Als ik de finish ben met de kot. Dat is een volgende. Nou, dankjewel Kees, veel succes hè.